Burgemeester Van der Laan van Amsterdam heeft afgelopen weekend tijdens de dag van de ZZP'er de beste uitgekozen. Dat ben jij, Leonie. Welkom. Dankjewel. Wat een eer, of niet? Ja, ontzettende eer. Ja, ja. Je bent uitgekozen uit, even kijken, nou, hoeveel mensen waren het? 10.129. Goeiedag zeg. Ja. Had je niet verwacht, denk ik, of wel? Nee, eigenlijk niet. Ja, je doet wel mee aan een prijs. Vorig jaar heb ik meegedaan. Toen werd ik tweede overal. En ja. Nou ja, ik werk in de sport. En een zilveren plak, ja, dat is niet bevredigend genoeg. Dus ik dacht, ik doe nog één keer mee en ik ga echt voor goud. En dat is gelukt. Nou, echte sportmentaliteit natuurlijk. Ja. Maar je geeft je dan op, hoe werkt zoiets? Nou, vorig jaar ben ik door iemand geselecteerd. Iemand heeft me opgegeven, geen idee wie dat is. Nog steeds niet? Nee. Degene die dat gedaan heeft, meld u maar even. Ja, dat zou leuk zijn. Nou, je gaat referenties verzamelen. Dat heb ik gedaan vanuit mijn hele netwerk. Van mijn speelsters die ik begeleid, clubs, noem maar op. Dat heb ik dit jaar weer gedaan. Van die 10.129 mensen zijn de 100 beste geselecteerd. En die 100 mensen gaan een pitch opnemen, dat heb ik dus ook gedaan, waarin je jezelf verkoopt, maar ook jouw businessmodel. Een soort van en video maak je ja, dan. Klopt, ja, klopt. Een 1 minuut pitch. En nou ja, goed, daar waren 10 winnaars uitgekomen. Ja, uiteenlopend van consultancy waar ik in zat, tot aan tekstschrijven, tot aan ICT. Ja. En van die 10, ja. Was jij de beste? Was ik de hoofdprijswinnaar. Ja, te gek. De vakjury die had ook echt heel veel lovende woorden. Ze hadden het vooral ook over dat het de snelst groeiende sport ter wereld is. Het vrouwenvoetbal en dat ja. Jij je daar hard voor maakt. Ja. Had je toen het gevoel van, nou, gaat het dan om de sport of gaat het dan om mij als onderneming? Nou, nee, dat had ik eigenlijk niet. Want ik weet natuurlijk zelf wel hoe hard ik ervoor werk. Ja. Maar deze prijs, ik vind dat die ook wel gewoon voor het vrouwenvoetbal is. Want het is toch een sport waar nog heel veel kritiek op is. Want in Nederland ja, staat het mannenvoetbal wat hoger gerankt. Ja, ja. Inmiddels misschien wat minder, maar dan het vrouwenvoetbal. Terwijl in Amerika zijn de rollen omgedraaid. En ja, die meiden zijn wereldkampioen geworden. En er staan tienduizenden mensen langs de weg tijdens de zogeheten ticker parade. Ja, ja, dat is ongekend groot sport natuurlijk daar. En 14 van die grote internationals die zijn ook onder jouw vleugels, toch? Zijn klopt, er, ja. Ja, en die begeleid je en die help je aan clubs in het buitenland vooral, hè? Ja, ook in Nederland wel. Maar ja, als je naar een hoger niveau wil gaan, de competitie die is vernieuwd hier weer in Nederland. Ja. Een stapje hoger kun je vaak wel bereiken in het buitenland. Dus keihard ondernemen is dat natuurlijk. Wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken om een echte ondernemer te zijn? Ja, wat komt erbij kijken? Nou, ik vind dat bij een echte ondernemer hoort dat je doet wat je leuk vindt. Heel veel passie. Want ja, goed, als je 's ochtends wakker wordt en je denkt van ja, shit, moet ik weer aan de slag gaan? Dat is denk ik een verkeerde insteek. Absoluut. En daarnaast moet je gewoon goed nadenken van welke markt je wil bewerken. Nou, ik heb gekozen voor een niche-markt. Ik ben topsportbreed begonnen en ik heb dat gefilterd, getrechterd. Ja. Vorig jaar naar voetbal en nu echt naar vrouwenvoetbal. Dus wel echt keuzes maken, ja, dat is wel belangrijk. Ja, dat vind ik echt heel erg belangrijk. Ja, en gewoon plezier houden in je vak. Ja. En wat komt er allemaal bij kijken om een bedrijf te runnen? Want hoeveel mensen heb jij, ZZP'er zegt het al, hè? Zelfstandige zonder personeel. Ja. Maar met hoeveel mensen werk jij samen? Wat is jouw netwerk? Ja, mijn netwerk is heel groot. Ik maak gebruik van een advocatenkantoor in Den Bosch. Ik heb een mental coach. Ik heb een accountant. Dat zijn echt de mensen met wie ik nauw samenwerk. Ja, en voor de rest probeer ik toch alles wel zelfstandig te doen. Ja, je komt uit Oldenzaal. Ja. Ben jij dan ook zo'n zelfstandige zonder personeel die dan met zijn laptopje onder de armen 's ochtends een kroegje opzoekt in Oldenzaal en daar aan de koffie en zeg maar van overal uit kan werken? Nou, ik kan overal vandaan werken. Ik moet zeggen, in Oldenzaal neem ik de laptop weinig mee op pad. Dat doe ik wel elders in Nederland. Moet ik zeggen, daar kijken de mensen daar wat nuchterder naar. Want als ik dat in Oldenzaal zou doen, dan zouden ze zeggen van moest Dennis in. Ja, daar zijn we veel te nuchter voor, denk ik. Maar je bent de beste ZZP'er, zouden ze een voorbeeld aan moeten nemen. Ja, nou ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar ik woon in de binnenstad, dus als ik uit het raam kijk, zie ik de plegelmers. En dan voelt zet je gewoon je eigen koffie. Ja, precies. Mooi. Aan tafel ook Adrie Strikker, welkom. Ja, toevallig ook ondernemer. Ja. Ja, ja, ook nou, dat. En wel eens meegedaan aan zo'n prijs? Nee, dat nog niet. Maar dat kan wat niet is, kan nog komen. Hè. Dus ik werk als taxateur, goud en zilver. Ja. En daarnaast doe ik heel veel vrijwilligerswerk op het gebied van ook cultuur. Jij weet precies wat er komt bij kijken om een goede ondernemer te zijn. Ja, ook als ZZP'er. Van printen die stuk is tot aan de website. Je moet alles eigenlijk zelf doen. Ja. Heb jij dat altijd gehad, Leonie? Dat je dacht, ik wil mijn eigen bedrijf en ik wil mijn eigen werk doen. Ik ga niet voor een baas werken. Nee. Dat was echt nooit mijn ambitie. Mijn ambitie was om werkzaam te zijn in het voetbal. Uiteindelijk kwam ik bij het beroep spelersmakelaar. Ik heb diverse kantoren in Nederland gebeld. En ik werd niet serieus genomen. Serieus? Ja. Omdat je een vrouw bent?
Ja, ik denk onder andere en ik denk ook wel dat de telefoon daar rood gloeiend staat van mensen die dat ambiëren. Mm-hmm. Maar goed, ik denk ook wel dat het niet echt positief was. Ja, omdat ik een vrouw ben en dat is toch anders, ben je een vreemde eend in de bijt. En toen heb ik het ondernemen gebruikt eigenlijk als middel om ja, mijn doel te bereiken. Ja. En, nou ja. Voelt deze prijs dan ook een beetje naast een kroon op je werk ook als een revanche? Nou ja, om in sporttermen te spreken, een beetje wel. Want, ja. Nou ja, omdat het zo, dat vak wordt vaak bekritiseerd mm-hmm. en nou ja... Dit is wel even lekker, even een steuntje in de rug. Want ja, je knokt altijd tegen alle gekkigheid wat er wordt verteld. Ja. Ja, het voelt wel goed. Nou, mooi. Hey, en ZPR zijn, dat ligt de laatste tijd ook veel onder vuur. Er moet ongelooflijk veel gebeuren. De VAR, dat zijn van die verklaringen van de arbeidsrelaties. Die moet je allemaal invullen. Die papierwinkel, is die werkelijk zo groot? Nou ja, ja en nee. Ja, er staat heel wat te veranderen. Ik moet zeggen, ik denk dat ik vrolijker werd van de VAR dan van de komende modelovereenkomst. Ja, daar ben ik mij inmiddels over aan het verdiepen. Je hebt denk ik 6 varianten. Ja. En ik denk ja, dat het wel heel erg duidelijk is dat ik heel veel verschillende opdrachtgevers heb. Dat zijn mijn cliënten, maar dat kunnen ook clubs zijn. Ja. En ja, ik werk natuurlijk niet fulltime voor iedere individu. Dat zijn enkele uren per week. Dus ja, ik moet daar nog even goed in verdiepen. Maar ja, ze maken het niet altijd leuker en ook niet altijd makkelijker. Nee, terwijl ze dat wel zeggen. En ja. Denk jij dan nu ook met zo'n titel als ZZP'er of the Year... dat je denkt van, daar ga ik me misschien hard voor maken... om die nieuwe veranderingen toch nog een beetje weer bij te schaven. Dat zou heel mooi zijn. Dat is wel wat ambitieus. Ja. Ik zet me juist zo in voor het vrouwenvoetbal. Maak me daar hard voor. En ook daar denk ik weer, je moet de focus ergens op leggen. En dan kies ik toch het vrouwenvoetbal. Heel goed. Nou, Leonie, dank je wel. Graag gedaan.